Ik zie hier allemaal lichtgevende boeken met cijfers erop. Oh, en nee, ook een soort spel met vuur, bliksem en gras. Ja, ik sta ook in een klein kamertje. Met links en rechts alle twee een poster met cijfertjes en lettercombinaties. Dus 2A3, 7E2, 6B4. En aan de andere kant ook zo'n soort poster in het midden. En dan een rondje met symbooltjes. Beetje Pokémon-stijl. Water beat fire, fire beat grass, grass beat electric en electric beat water. En in het midden heb ik een soort zeeslag-idee met drie gras-icoontjes, een fire-icoontje en een electric-icoontje. Ja, dat zeeslagidee, dat heb ik ook. Alleen, oh, ik zie nu dat er dingen veranderen omdat jij ermee speelt. Om een van de redenen kan ik alleen maar elektrische dingen plaatsen, voor de rest niks. Oh! Ik zie nu ook dat het water en gras wordt. Kan je die dingen ook weer weghalen? Want ik denk dat er nu te veel gebeurt, zeg maar. Ik denk namelijk dat we. Jij had het net over dingen van A1 en zo. Misschien dat we daar iets mee moeten. Ja, maar dan staat niks van een symbooltje bij ons zo. Bijvoorbeeld, ik heb hier een vierkantje met 9 erin. En daarnaast een streepje met A4. Ik weet niet wat die 9 inhoudt. Ja. Ik heb namelijk die boeken, zeg maar, die een cijfer hebben. Dat is een vierkant met een cijfer erin. En dan ga ik heel even de 9 zoeken. Hier heb je boek nummer 9. Is dit een 6 of een 9? Oh, dat is ook lastig. Wacht. Oké, het is heel verwarrend. Maar ik denk dat dit. Hier staat 4 met een pijltje naar 9. En dan weet ik nog niet waar ik die 9 vandaan moet halen hier zo. Ik heb een vierkantje met 9 erin en daarnaast A4. Die staat zonder vierkantje. Daarnaast heb ik een vierkantje met een 1 en daarnaast zonder vierkantje D2. Dan heb ik weer een vierkantje met een 8 en daarnaast zonder vierkantje een E1. Oké, laten we gewoon bij de eerste beginnen. Dat was iets met 9, zei jij. Ja, een vierkantje met 9 erin en daarnaast staat A4. Ja, en hier staat dat het boek met nummer 4, er staat een pijl naar het boek nummer 9. En als je boek nummer 9 pakt? Ja, ik kan de boeken niet vastpakken, zeg maar. De nummer 9 is gelinkt aan 4 en 4 staat er dan, zeg maar, en dan een pijl naar boek nummer 9. Zoek dan eens naar boek nummer 1. Ja, ik heb boek nummer 5 die een pijl heeft naar nummer 1. Ja, nee, naast bijvoorbeeld boek nummer 1, daar staat D2. Jij had het over posters, hè? Is er verder niet iets anders op die posters te zien? En ja, bij mij op dat zeeslagding heb ik wel coördinaten staan van A1, A2, B3, etc. etc. Dus of een grid pattern, zoals Schaken ook heeft. Maar ik zie daar geen link van tussenkomen eigenlijk. Wat kan jij doen met dat bord? Want ik zie nou dat er een rode lijn is verschenen. Ik denk dat jij dat gedaan hebt. Ja, ik kan inderdaad vanuit een steen kan ik een lijn trekken. Waarschijnlijk weet Mike al lang van, jongens, jullie zijn zo dom. Dat moet je zo en zo en zo doen. Maar ja, omdat wij elkaars puzzelstukjes niet hebben, is het heel kut. Ik heb een idee. Wil jij op die coördinaten die jij hebt gewoon even een steen neerzetten? Dat is A3. E2. B4 staat er al. C3. B3. Nu heb je overal een steen staan, denk ik, hè? Nee, dit was pas één poster. Nu pak ik de tweede. A4. D2 staat er al.
E1. Staat er ook al. B1. Heb je nu overal een steen staan? E5. Ja, er zat overal een steen. En ik merkte dat bij mijn rechter poster bij bijna alle coördinaten al een bestaande steen stond. Weet je wat ik namelijk denk? Heb jij in totaal 10 stenen staan? Ja, ik heb er nou 10 staan, ja. Oké, ik denk dat ik weet wat de bedoeling is. Ik denk dat ik nu naar mijn boeken moet gaan kijken. En we hadden het net over vierkantje 9. En dan was het van een cijfer die gaat naar 9, die moet nummer 9 verslaan. Dus laten we wel even kijken. Wat stond er? Begin maar bij de allereerste die op de poster staat. Welk vierkantje staat daar? Dat is boek 9 en dan A4. Zou jij kunnen kijken welke coördinaat bij boek nummer 4 staat? Dat is E5. Oké, E5 was al een bestaande tegel. Dat is namelijk gras. Dus wil jij van A4 een vuurteken maken? Oké, dan gaan we naar het volgende boek op je poster. Dat is boek nummer 1. Boek nummer 1 moet verslagen worden door boek nummer 5. Coördinaat van boek nummer 1 is D2. En de coördinaten van boek nummer 5 is C3. Oké, C3 moet dus water worden. Oh, ik denk dat die nu klopt. Ja, dan gaan we daar vanuit, want ik kon het D2 kon ik niet veranderen. Alleen C3 kon ik veranderen. Laten we gewoon naar het volgende boek gaan. Dat is boek nummer 8, met coördinaten E1. Boek nummer 8 moet door boek nummer 10 worden verslagen. Dat is B3. Ja, dat is E1. Ik denk dat we het zo goed doen. Laten we gewoon naar het volgende boek gaan. Het volgende boek is boek nummer 3, met coördinaten B1. Boek nummer 3 verslaat boek nummer 2. Boek nummer 2 zijn de coördinaten A3. Dan moet je A3 denk ik in water veranderen. Of, nee wacht, die moet je denk ik elektrisch laten. Ik denk dat elektrisch gewoon gelijk staat aan elektrisch. Nee, want gras is sterker dan elektrisch en elektrisch is sterker dan water. Ik denk dat we hier iets niet goed doen. Wil je hem eens veranderen naar water? Zou jij A4 willen veranderen naar elektrisch? Oké, wat is de laatste? De laatste is boek 4. Met de code E5. Nee, ik denk dat we naar de volgende poster moeten. Ik denk dat we 6 en 7 nu nodig hebben. Oh, nou ja. Boek 7 is E2. Oké, en 6 verslaat 7. Dat is B4. En die verslaat 7. Ja! Wij zijn zo goed, hè? Jezus, wat was dit een ding, zeg. Maar dan snap ik niet waarom alles blauw is op eentje. Nou, dat snap ik dan niet. Jawel, uiteindelijk was alles blauw omdat we het nog veranderd hadden. Oh, nee, bij mij is
A4 en E5 nog rood. De lijn ertussen. Oh nee, toen ik vroeg of je die naar elektriciteit wou zetten, toen werd die blauw bij mij. Ah, op die manier, oké.